Hallo ladies and gentlemen, ik heb je wel gevonden. Ja, dit is wel extreem, ladies and gentlemen. Hubert Bruls, u kent hem wel, is geraakt door vetshaming. Oké. Hij is geraakt. Ja, je zou bijna denken, hij kan bijna niet geraakt worden. Ja, met zo'n schild om hem heen. Maar hij is toch geraakt door vetshaming met dikke bal gehakt in op één. Ik denk wel dat hij daarvan houdt, dikke ballen gehakt. Maar goed. En zo'n gommers lacht ook nog. Op één presentatoren Thijs van der Brink en Jovanka Ostiana hebben na de uitzending met de bal gehakt opmerking contact gehad met burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Dat heeft een woordvoerder van de EO, de omroep waar de twee presentatoren voor werken, dinsdag desgevraagd laten weten aan ANP. Bruls had een brief naar het programma geschreven nadat een Haagse vuurwerkhandelaar eind november aan tafel de voorzitter van het Veiligheidsberaad had uitgemaakt voor dikke bal gehakt. Bruls vond het zeer te betreuren dat niemand aan tafel de man aanspraakt op de vetshaming. Oh ja. Ja, want dat is dan wel weer oké. Hubert, ja, want jij mag alles zeggen natuurlijk over iedereen. Over allemaal ongevaccineerde mensen. Mag je natuurlijk allemaal over één kam scheren. Dat ze allemaal gek zijn, gekkies zijn. Dat is geen shaming. Maar als we het hebben over je, als iemand jouw dikke bal gehakt noemt, waar je best wel wat van weg hebt. Ja, sorry dat ik het zeg. Dan is het opeens vetshaming. Vetshaming. Maar ja, ik bedoel, is dat dan zo erg dan? Dan moet je ook tegen kunnen. Je moet ook kunnen incasseren. Als je ze uitdeelt. Hè, de zachte arm van papa Bruls. Hè, en de harde arm van papa Bruls is prima. Dat doe je ook goed. Ja, dan ben je, moet je ook incasseren. Dikke bal gehakt. Nou. Dat valt toch ook wel weer mee. En ik denk ook wel dat je ervan houdt ook. Een lekker balletje gehakt. Dus wat dat betreft, man, wat kan jou schelen? De Nijmeegse burgemeester is als voorzitter van het Veiligheidsberaad vaak te zien in journaals en talkshows en is in die hoedanigheid een van de corona-crisismanagers. Hij krijgt daardoor veel kritiek, bijvoorbeeld in mails. In een eerder interview met de Gelderlander zei hij hierover: soms gaat het om grove beledigingen over mijn gewicht of uitstraling. Als het alleen over de persoon gaat en niet over de inhoud, druk ik op delete. Nou, dat moet je ook doen. Ja, dat is heel slim van Hubert. Want als we het over de persoon gaan hebben, ja, dan kunnen we natuurlijk, weet je, dan, ja, dat doe ik ook. Delete, meteen. Dat is heel slim. In november werd hij op de korrel genomen door de organisatie Nederland in Verzet. Die kondigde een demonstratie aan in Nijmegen en beelde op de poster Bruls af met de varkenskop. Ja, dat vind ik ook weer een beetje te ver gaan, moet ik toegeven. De burgemeester heeft hier niet op gereageerd. Kijk, dan ben je ook een strijder. Maar alle Nijmeegse wethouders en raadsleden spraken zich uit tegen deze walgelijke afbeeldingen. En Bruls waardeert deze steun. Nou, dat vind ik ook. Ja, ik vind het ook niet goed te praten. Maar ik vind ook een strijder van Bruls. Want die zegt, delete. Ik zie het. Prima, laat maar gaan. Die mensen snappen het niet helemaal. Of whatever. Ik passeer het. Ja, dan ben je wel. Ik hou ervan. En dan zie je ook, ja, de man heeft ook een olifantenhuid. Dat zie je ook meteen ook. Ja, sorry dat ik het zo zeg, maar ja, daar komt het wel. Dat is goed. Zouden meer mensen moeten hebben. Over het voorval tijdens de talkshow meldt de EO-woordvoerder Thijs van der Brink en Jovanka Ostiana hebben de heer Bruls uitgelegd hoe zij de uitspraken hebben beleefd. Tijdens de uitzending werd ingeschat dat de uitlatingen niet ver over de grens gingen. Achteraf gezien hadden ze liever wel ingegrepen en het spijt hen zeer dat dit voorval hem zo heeft geraakt. Bruls bekende dinsdagochtend in een interview met Misha Blok op NPO Radio 1 dat het incident hem erg had geraakt. Ik zag het later terug en dacht, die man kan blijkbaar niet beter. Maar degene die hem een podium geven, de presentatoren die hem niet tegenspreken, en zo Diederik Gommers, die gaat zitten lachen ook, ja, dat vind ik niet goed. Verder wil Bruls het er niet meer over hebben. Er is over en weer contact geweest en we hebben het erover gehad. Nou, is er wel een flinke kous, denk ik. Maar goed, ja, Hubert, ja, goed dat je gewoon op delete drukt, vind ik ook. Gewoon, nu is het klaar. Maar om het nou vetshaming te noemen, vind ik ook wel weer wat. Vind ik ook wel een dingetje, vetshaming. Oh ja, dus met andere woorden, ja, ik ben dik en dan mag je er niks over zeggen. Vind ik ook belachelijk dat iemand daar snoeihard voor op afgerekend. Dat vind ik ook niet. Maar je moet het ook wel, kijk, jezelf in bescherming nemen. Kijk, als je met de harde hand van papa Bruls natuurlijk mensen wegzet die bijvoorbeeld niet gepikt zijn. Ja, snap, ja, ik kan wel iets meeleven. Dan zeg je, ja, tuurlijk, je moet gewoon een pik halen, weet je wel. Snap ik wel. Maar ja, dat kan je hem ook terug verwachten natuurlijk. Ja, en een dikke bal gehakt. Nou ja, goed.
als we hier een bruin jasje aan zouden trekken en we zouden iets van meer sproetjes geven in je gezicht, dan lijk je ook wel een beetje op een dikke balgaak. Dus nou, en dat is oké. Okay. Daar heeft niks met vetshaming te maken. In carnaval hoef je alleen maar een bruin pakje aan te trekken en in een pannetje te gaan staan. En dan ben je toch een lekker balletje. Dat is toch leuk? Dat doen jullie toch allemaal in Nijmegen ook, weet je wel. En dan zingen we en dan nemen we een biertje en dan is er ook niks meer aan de hand, joh. Lach aan. En dat doe je goed, bruls, ja. En dat zouden meer mensen wel een voorbeeld aan mogen nemen. De olifantenhuid van Hubert Bruls. Als het over de persoon gaat die lied, inhoud prima. Ja, en ook de afbeelding met de varkenskop gaat natuurlijk ook veel te ver. Ja, we hebben maar dikke bal gehakt. Ach ja, Hubert, ik ben blij. Ja, ik vind je een strijder. Want ondanks alles ga je door en beuk je door. En ja, daar hou ik van. Daar heb ik altijd respect voor dat soort mensen. Nou, en gelukkig zijn er strijders zoals Bruls. Die het allemaal in de gaten houden. Die af en toe een brulletje doen. Ja, en die krijgen dan ook wat terug. Oké, dat kan gebeuren. Nou, in ieder geval, gelukkig zijn er dat soort mensen. En lekker. Ja, kunnen wij rustig slapen. Nou, strijderzaal vol. En later.